Goeiedag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. In het noorden van het land schijnt vanochtend de zon al flink, in het midden en zuiden komen nog wolkenvelden voor. In het midden breekt geleidelijk aan ook de zon door, het zuiden houdt veel bewolking. En daar komt de temperatuur vandaag ook niet veel hoger dan zo'n 20 of 21 graden. In het midden en noorden wordt het 23 tot lokaal nog 25 graden. In de loop van de dag komen in de zuidelijke helft van het land een aantal buien tot ontwikkeling. In het noorden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. De wind is zwak of matig en komt uit het noordoosten tot westen. Vanavond draait de wind overal naar zuidwestelijke richting. Er kan nog een enkele bui voorkomen, maar verder zijn er wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af naar zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met redelijk wat zon, maar in de loop van de ochtend komen vanuit het westen al de eerste buien binnenzetten. Geleidelijk aan gaat de bewolking ook verder toenemen en in de middag zijn er vaker regenachtige perioden. Het wordt zo'n 22 graden. Maandag is ook nog kans op een bui, met name in het noorden en oosten van het land. Het is dan een graad of 21. Dinsdag en woensdag is het overwegend droog, en in de loop van de woensdag gaat de temperatuur geleidelijk aan weer iets omhoog. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl